Burgemeester Bolsje is in opspraak om pizza-overleg. En Vislucht houdt het winkelende publiek uit de winkelstraat van Zeist. Goedenavond, dit is uw nieuws. Opnieuw ligt burgemeester Bolsius van Amersfoort onder vuur. De burgemeester wil in een informeel pizza-overleg praten over de kwestie Hoek en Lilly. Maar meerdere fractievoorzitters zien dat niet zitten. Ze willen in het openbaar in debat. En dus krijgt Bolsius weer kritiek. Hoek en Lilly moeten blijven! Hoek en Lilly moeten blijven! Want hij liep ook al niet mee met deze hartentocht. De twee kinderen Hoek en Lilly zouden uitgezet worden naar Armenië. In een poging de kinderen in ons land te houden, liepen mensen mee met deze tocht. Maar grote afwezige was burgemeester Bolsius. Dagen later zei hij dat hij er spijt van had. In een informeel pizza-overleg wilde hij er dus nog even over doorpraten. Verslaggever Dennis van Onderen die staat bij het stadhuis. Ja, Dennis, een pizza-overleg, wat moet ik me daarbij voorstellen? De margarita op tafel? Ja, dat kun je eigenlijk wel zo stellen. Informeel met elkaar doorpraten over kwesties die hebben gespeeld of nog steeds spelen. En dan inderdaad onder het genot van een hapje en een drankje. En in dit geval zou het dus dan moeten gaan over die kwestie Hoek en Lilly. Daar zou de burgemeester nog wel even door willen praten met de 11 fractievoorzitters. En in een mail aan alle fractievoorzitters, dat zijn er 11 in de Amersfoortse gemeenteraad, werd het op deze manier uitgelegd wat Bolsius dan eigenlijk precies voor ogen had. En dan citeer ik: de vertrouwelijke setting biedt hem ruimte om meer achtergrond te kunnen geven bij de soms persoonlijke dilemma's waar hij zich voor gesteld voelt en voelde. Dit biedt ook ruimte om onderling het gesprek aan te gaan. Ja, 4 partijen inderdaad vinden dat dus geen goed idee. Dennis, waarom niet? Ja, zij vinden dit achterkamertjespolitiek. Zij vinden dat dit in de openbaarheid besproken moet worden en niet in een kamertje met 4 fractievoorzitters. Ik sprak een van de mensen die er pertinent mee oneens is. Dat is Roel Mulder van Actief. Lucas Bolsius vindt kennelijk dat hij nog wat uit te leggen heeft. En ik denk dat dat ook zo is. Hij heeft nog wat nodig uit te leggen. Maar uitleggen in een openbare zaak als hier, dat doe je in de openbaarheid. Daar is de gemeenteraad voor. Dan kunnen wij daar vragen over stellen als raadsleden. Dan kan de bevolking dat aan alle kanten bijwonen, zelfs op internet zien, noem maar op. Dat is in het openbaar en niet achter gesloten deuren. Ja, Actief zie je er dus niet zitten, maar er zijn ook partijen die er dus niet zoveel kwaad in zien, Dennis. Ja, een grote meerderheid van de partijen in de Amersfoortse gemeenteraad vindt dat het eigenlijk wel gewoon moet kunnen. Dat moet je er dan ook gewoon bij zetten. Een van die partijen is de Partij van de Arbeid. Ik sprak vanmiddag ook met Louis de La Combe, fractievoorzitter van die partij. En die vindt dat het gewoon moet kunnen. Nou, ik vind dat het niet zo kwaad kan, omdat we juist op zo'n moment in een informeel vertrouwelijk besloten overleg ook wat meer persoonlijke informatie kunnen wisselen die eigenlijk niet in het openbaar hoort. Want het gaat natuurlijk om hele gevoelige zaken, over het handelen van iemand die rechtszaken heeft gedaan, over kinderen die op dit moment onder kinderbescherming vallen. En dat zit nou helemaal heel gevoelig. Dus als de burgemeester dat met ons wil delen, vind ik dat alleen prijzenswaardig. Maar dat sluit niet uit dat we daarna nog eens een keer in het openbaar een ander soort discussie hebben over beleid en hoe we hiermee omgaan. En de burgemeester, heeft hij nog wel zin in een stukje pizza? Ja, ik heb hem vanmiddag zelf even kort aan de telefoon gehad. En hij snapt de ophef niet echt helemaal. Hij zegt, ik loop niet weg om verantwoording af te leggen. Ik wil ook best in de gemeenteraad een debat voeren. Maar dat debat is nog niet aangevraagd. Mocht dat debat aangevraagd worden, ga ik hier gewoon zitten, ga ik hier gewoon staan. En zal ik op alles antwoord gaan geven. Wat betreft dat pizza-overleg, dat is gewoon informeel met elkaar bijpraten. Over deze kwestie weliswaar. En gewoon kijken, wat had er beter gekund. Dat moet gewoon kunnen, vindt hij, net als de 7 andere partijen in de raad. Ja, en dat is eigenlijk hoe hij ernaar kijkt. Hij vindt het ook prima als de 4 fractievoorzitters die het niet zien zitten niet komen. Ja, en dan zou je toch tot de conclusie kunnen komen dat de 7 andere fractievoorzitters net een stukje pizza meer hebben. Dennis, dankjewel. Zometeen in U Vandaag praten we verder over dat pizza-overleg. De jongen die voor deze ravage zorgde, die heeft zijn rijbewijs weer terug. De 18-jarige jongen reed 2 weken geleden dit huis binnen in Bilthoven. Dat zorgde voor een grote puinhoop. Daarom nam de politie het rijbewijs in. Maar die stuurden het naar het rijlescentrum van het CBR in plaats van naar justitie. Dus was de brokkenpiloot weer even in het bezit van zijn roze pasje. Dat liet hij trots zien op het sociale medium Snapchat. Maar inmiddels is het rijbewijs weer ingenomen. Ondernemers in de Meern en Lage Weide zijn bang voor miljoenen euro schade. De gemeente heeft plannen voor een nieuwe tippelzone daar. Maar daar zijn de ondernemers niet blij mee. Bleek gisteren tijdens een informatieavond. Op deze plek moeten vanaf 2020 prostituees tippelen.
Althans, als het aan wethouder Everhart ligt. Hij maakte onlangs bekend dat Botijken in de Meren en de Elektronweg op Lage Weide geschikt zijn als nieuwe tippelzone. De ondernemers zijn zeer ongelukkig met de plannen die de gemeente hier gemaakt heeft. Tijdens twee informatieavonden reageren ondernemers gisteravond furieus. Het belangrijkste bezwaar is dat de ondernemers in de omgeving, die hebben destijds de opdracht gekregen van de gemeente. Jongens, we moeten hier in het midden van het land een hoogwaardig industrieterrein creëren, een A-locatie. De grondprijs die toen gevraagd is, was er ook naar. En er was ook een duidelijk beeld en regieplan. Mensen, zo moet dat eruit zien. Geen rommeltje. Alles moet netjes zijn. En we willen het ook in de toekomst zo netjes houden. Dat willen wij, een hoogwaardig plan. En dat wordt natuurlijk volledig onderuit gehaald als we hier nu zo'n tippelzone gaan maken. Dat is onbestaanbaar eigenlijk. De tippelzone op de Europalaan wordt beheerd door de tussenvoorziening. Zij vinden beide locaties geschikt, maar ze snappen de schrik van de ondernemers. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, liever niet bij mij in de buurt. Aan de andere kant kan ik ook wel mensen geruststellen en daarin zeggen dat de tippelzone op zich echt heel goed functioneert. En daarin er eigenlijk geen overlastklachten zijn. En eigenlijk de veiligheid op die zone vaak als hoger wordt gezien dan daarbuiten. Ondertussen bereiden de ondernemers schadeclaims voor. Zij denken dat de totale schade op beide plekken tientallen miljoenen euro's zal zijn. Iedereen kan zien dat daar net nieuwe bedrijven, retailbedrijven, geopend zijn. Ja, die mensen die hebben daar echt fors in geïnvesteerd. En die zien toch door dit soort plannen hun waarde, de waarde van hun onroerend goed enorm dalen. En dan heb ik het nog niet over alle autobedrijven die daar ook gevestigd zijn en andere bedrijven. Daarnaast vrezen ze dat exclusieve deals met leveranciers worden opgezegd en dat klanten wegblijven. Vanavond praat de gemeente met de prostituees en de verwachting is dat zij tevreden zijn met de nieuwe plek. De brand in dit huis in Zeist gisteren is waarschijnlijk ontstaan door een ongeluk. De 76-jarige bewoonster kwam om het leven door het vuur. De brand brak uit in de Titus Brandsma-laan. De brandweer vond de vrouw in huis. Het ongeluk kwam niet door kortsluiting of een misdrijf, zegt de politie na onderzoek. Ruim 100 mariniers uit Doorn zijn vertrokken naar Sint Maarten. Het eiland is zwaar getroffen door orkaan Irma. Een paar mariniers ter plaatse maakten al deze beelden uit een helikopter. En nu is er dus nog een extra ploeg naartoe voor noodhulp. Het is vooral belangrijk dat de wegen weer vrij worden gemaakt. Zo kan er eten en spullen naar de mensen worden gebracht. De staat moet meer doen tegen luchtvervuiling. Dat heeft de rechter besloten. De regering moet een plan maken waardoor de luchtkwaliteit weer aan alle eisen voldoet. Milieudefensie spande een kort geding aan. Ze hopen onder meer dat de maximumsnelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam wordt verlaagd. Dan mag je nu 130. En een 50-jarige chauffeur is aangehouden omdat er een lichaam is gevonden in deze vrachtwagen. Die stond geparkeerd op een industrieterrein langs de A1 bij Amersfoort. De chauffeur wordt verdacht van mensensmokkel. Gistermiddag werd het lichaam in de laadruimte gevonden tijdens het lossen van de vrachtwagen. De truck komt van een Turks transportbedrijf. 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. En om dat onder de aandacht te brengen is het deze week de week van de alfabetisering. In bibliotheken worden bijvoorbeeld taalkursussen gegeven. En zo moeten mensen beter mee kunnen draaien. Renten, raden, gapten, misten. De Nederlandse taal leren, dat valt nog niet mee. Dat is lastig en moeilijk, maar Russisch is moeilijker. De Russische Yevgenia, 10 maanden in Nederland, doet hard haar best om haar woordenschat uit te breiden. Het is essentieel voor haar. Bij de Belastingdienst, ja, dat is erg belangrijk. Dat is geld. In Nederland zijn er zo'n 2,5 miljoen mensen die net als Yevgenia moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. En dat zijn lang niet alleen mensen die hier niet zijn geboren. Het is ook een hele gevarieerde groep daarbij. Het zijn niet allemaal mensen die niet uit Nederland komen, juist niet eigenlijk. Als je kijkt naar de cijfers, dan is 2/3 daarvan, 5-6% om precies te zijn, zijn mensen die Nederlands als moedertaal hebben. En die hebben moeite met het invullen van formulieren bij de gemeente. Het lezen van bijsluiters, maar ook bijvoorbeeld met het opstellen van een goede cv. In de bibliotheek in Vianen worden ze een handje geholpen. Mensen kunnen hier advies krijgen. We hebben een kasten vol specifiek materiaal. We hebben kranten in makkelijkere taal. Alles om mensen maar te helpen om te leren lezen, schrijven of
of daar beter in te worden. Dat is wachten, moeilijk. Wachten. Zij kan één vrouw zijn, en zij kan ook een groep mensen zijn. Dus hier Yevgenia heeft nog even de tijd om haar Nederlands bij te spijkeren. Pas over 2 jaar heeft ze haar inburgeringsexamen. Tot die tijd blijft ze keihard oefenen. De eerste stapjes zijn moeilijk. En verder ik ga, de makkelijker dat is voor mij. Zometeen dan praten we verder over laaggeletterdheid in U Vandaag. En dan een zaak met een luchtje in Zeist. Het Marktplein is daar opnieuw ingericht en de kramen hebben een nieuwe plek gekregen. Maar nu staat de visboer pal voor de winkels. Tussen 10 en 12. Akke Planthoff verkoopt in haar winkel gordijnen, tapijt en kussens. Maar ze ruikt vaak makreel, haring en zalm. Als je met een klant bezig bent en je staat je stoffen te laten zien en die geur van gebakken vis komt binnen drijven, dan kan je maar één ding doen, dus gewoon de deur dicht houden. En dat voelt zo verkeerd. Sinds het Marktplein in Zeist is opgeknapt, staan de marktkramen veel dichter op de omliggende winkels. Ook andere winkeliers klagen. Maar de visboer zelf is dik tevreden met de verbouwing. Super deluxe. We hebben geen drempels meer, geen trappen meer. Er zijn mooie banken gesitueerd zodat de mensen hier kunnen plaatsnemen in het zonnetje. We hebben gezorgd voor overkapping. Dus de mensen kunnen nu zeg maar wat langer op de markt fun shoppen en wat langer op de markt verblijven. Akke vindt het plein zelf ook mooi, maar baalt dat de marktkramen met hun rug naar de winkel staan. Zo loopt ze klanten mis. Je wil graag zichtbaar zijn en min of meer deelnemen aan die markt, aan dat winkelend publiek. De visboer denkt juist dat de winkeliers kunnen meeliften op het succes van de markt. Het is gewoon bewezen, en er zijn kenngetallen van, dat de winkels gewoon meer omzet genereren wanneer er een markt voor een deur wordt gehouden. Een ander probleem is dat de marktkramen pal op de weg staan. Dus al het fietsend en rijdend publiek komt allemaal hier langs. En dit is voetgangersgebied. De gemeente is inmiddels in gesprek met de winkeliers en de marktkooplui om te zoeken naar een oplossing. Ja, we wachten het af. Kijken we nog eventjes naar het weer. Vanavond klaart het even op, maar vannacht is er weer meer bewolking en dan gaat het ook regenen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen gaat het veel regenen, op sommige plekken meer dan 20 mm. Dan wordt het 16 graden. Tot zover uw nieuws, maar blijf kijken, want over een minuutje ben ik terug met U Vandaag. De tafel zit al vol. We gaan het hebben over de burgemeester van Amersfoort. We gaan bananenbrood proeven, laaggeletterdheid en stamgast Monique zit ook aan tafel. Zometeen dus hier op RTV Utrecht. Blijf kijken.